buurtschappen. Het is allemaal wat. Ze dreigen leeg te lopen. En dat heeft allemaal te maken met de leefbaarheid. De beschikbaarheid van woningen. Vinkenbuurt verloor al een basisschool. Nou, dat is toch een gemis. Maar in Witharen, een buurtschap bij Ommen, Robin Hutte, daar staat wat bijzonders te gebeuren. Want daar komt woningbouw. Witharen krijgt inderdaad woningbouw. We hebben in 2016 zijn we een project begonnen om de leefbaarheid nog meer te waarborgen door een project woningbouw te beginnen. En de eerste fase was een fase dat we daar 9 woningen zouden gaan bouwen. Die zijn inmiddels allemaal gerealiseerd. Ik moet eerlijk zeggen, de laatste woning moet nog worden gebouwd, maar die kavel is wel gereserveerd. En we zijn nu bezig om fase 2 te beginnen. En dat wordt een project van 11 woningen. En het huidige college in Ommen is daar positief in gegaan. En ondersteunt dat en weer daarin mag eigenlijk doorgaan. Dus ja, daar zijn we heel erg blij mee. Ja, dat kan me voorstellen. Je staat hier als voorzitter van Plaatselijk Belang, Witharen. Ik neem aan dat je hier ook best wel trots op bent. Want de leefbaarheid van Witharen, het dorp, gaat er wel met sprong op vooruit. Nou, dat zie je goed. Je kunt ook aan me zien. Ik ben er zeer blij mee. En inderdaad, voor een gemeenschap als Witharen, dat dit gerealiseerd kan worden. Ja, daar kun je alleen maar heel blij mee zijn. En uiteraard hartstikke trots. Nou, heeft Witharen ongeveer 600 inwoners. Dan blijft het wel op steken, denk ik. Maar hoe is die bevolkingssamenstelling? Die woningen komen beschikbaar, maar in welke prijsklasse? Is het bereikbaar voor starters? De bedoeling is in eerste plaats om te bouwen voor de locals. En dat gaat eigenlijk van jong tot oud. Nou goed, jochies van 5 jaar, die kopen geen woning. Maar wij willen de jeugd de gelegenheid geven om te kunnen starten in Witharen. En de oudere mensen de gelegenheid kunnen geven om te blijven in Witharen. Dus er komen bijvoorbeeld, het wordt een mengelmoes van een aantal vrijstaande woningen, een aantal 200 kap woningen en een aantal rijwoningen. Levensbestendige woningen en ook een beetje vrije sector. Even bijverteld, wat de gemeente graag wil, is dat er wel een sociale binding met Witharen is. 2 woningen worden gebouwd in het kader van de Rood voor Rood regeling. Dus dat betekent dat ergens in het buurschap agrarische bebouwing gesloopt gaat worden. Die mogen daar in een nieuwbouw 2 woningen bouwen. Die woningen komen in de vrije sector. Dus eigenlijk ja, voor ieder wat wils. Nou ja, dat klinkt allemaal hartstikke positief. Jullie stomen op in de vaart der volkeren, zeg maar. Is het nou ook de bedoeling dat jullie ook qua inwoneraantal gaan groeien? Zit dat er ook een beetje achter? Of? Nou, inwoneraantal gaan groeien. Vernieuwing is vooruitgang. Witharen is een buurschap en moet wat ons betreft ook wel een buurschap blijven. Alleen ja, je zegt net al in je inleiding, de Vinkenbuurt is de basisschool, is daar al weg. Witharen, de basisschool, is ook niet bijzonder groot. Dus alle aanwas is van harte welkom. Als ik dan nu kijk, dat nu in de eerste fase van de woningen, bijvoorbeeld de eerste, even tellen, 8 woningen die er nu al staan. De eerste kinderen zijn daar al geboren. Er zijn gezinnen komen wonen die al kinderen hebben. Dus de school is daar alleen maar heel erg blij mee. Dus in dat kader, Witharen zal geen groot dorp gaan worden. Maar als je niks doet, ben je weg.